Kat Kerkhoffs, wat doe jij bij de MIAS? Ik kom uitreiken. Ja, ik kom een award uitreiken voor Soloman van het jaar. En wie wint die award? Dat weet ik zelf niet. Nee. Totaal onvoorbereid kom je dan hier? Nee, ik ben wel voorbereid. Ik weet welke mannen ik mag aankondigen. Tamino, Niels Stadsbader, Joost Zwegers. Onder andere, de vierde ben ik even vergeten. Maar ik ben wel blij met die award. Ik vind dat wel een belangrijke award. En heb jij een persoonlijke voorkeur? Nee, eigenlijk niet. En dat meen ik ook echt. Ik vind ze allemaal in hun eigen vakgebied goed. Ik luister naar ze allemaal. Ja, echt waar. Ik had... Wat kan je kwijt over jouw outfit? Veel tape. ik glitter nogal, hè. Ik dacht, aangezien ik mannen moet aankondigen, breng ik extra veel vrouwelijkheid op de rode loper. Het is nogal revealing, maar ik hoop dat het mooi is. Vind je het mooi? Ja, vind je het mooi? En voor de rest, het is van Elisabetta Franchi, een Italiaans merk. Dus voilà. Is dat iets wat je met Valentijn zou dragen? Nee, ik zou dit letterlijk nooit dragen, buiten dus één dag op het jaar. Ik vind het een beetje veel. Maar nee, voor Valentijn liever mijn sweatpants en mijn sneakers dan. Wordt het gevierd in huis? Ja, maar niet zo groot. Nee, dat is redelijk rustig. Gewoon even met ons twee, maar ik denk niet... Daar worden geen grote dingen rond gedaan, nee. Dus bij jullie elke dag, Valentijn? Ik kan het al raden. Ik wou zeggen dat toen wel, elke dag. Meen je dat nu? Nee, helemaal niet. Nee, zeker. Heb jij te klagen? Nee, ook helemaal niet. Zeg, Kat, je hebt onlangs een contract getekend bij House of Entertainment... Met Bob Savenberg. Wat zijn de plannen? Verder bouwen aan de tv-carrière. Hè. Ik heb een aantal ideeën en een paar voorstellen. Dus we zullen wel zien. Maar ik probeer zeker nog iets te maken. TV-carrière. Dus Bob heeft geen muzikale plannen met jou? Nee. En ik ook niet. Nee. Onbespreekbaar voor jou? Mijn stem moet dan beter werken, denk ik. Dan kunnen we erover spreken. Zeg, wordt het hier vanavond of vannacht laat voor jou? Ja. Ja, dus ik ben hier zelfs met mijn zus. En wij maken er toch een traditie van om op de Mia's toch even stevig door te gaan. En morgen een katertje? Waarschijnlijk, zoals dat hoort. Maar ik ben al getraind in drinken ondertussen, hè, dus dat valt wel mee. Ik wou net te vragen, hoe lang gaat het duren eer jij tipsy bent vanavond? Lang. Ik word niet meer zo snel tipsy. Nee, ik kan me wel meer in nu. Ik drink wat minder. Het is al wat beter.